Hij is kunstschilder, hij is muzikant. Hij heeft een heel goed oog voor onderwerpen. Het was ruig en dat vond ik wel mooi, ook qua taalgebruik en ook qua zinsbouw en zo. Jona is een van de allerbeste reportageschrijvers van Nederland misschien wel. Ik denk niet dat ik heel erg overdrijf. Je moet bondig schrijven en eerlijk zijn. Maar nu ook weer met zijn eigen familie blijkt dat ook. Ja, iemand zei van, jij kunt zelf als buitenstaander naar je eigen familie kijken. Dacht ik, ja, dat klinkt ook een beetje kil, maar... In zijn boek De geschiedenis van mijn sok duikt Jona in zijn familiegeschiedenis. Nadat zijn oud-tante hem erop wijst dat hij de laatste erfgenaam van de familie is en een verantwoordelijkheid heeft. Je hebt een opdracht in je leven, jongen, zei ze. En in het oude kistje dat hij meekreeg zat een briefje met daarop geschreven, vergeet je opdracht niet. En mijn toenmalige vriendin zei, wat is dit? Ben ik een soort wandelende baarmoeder van de naam Valken? Waar hebben we het over? Maar ik vond het toch wel heel intrigerend. Dus ik dacht, nou oké, stel dat je je dan gaat voortplanten, wat geef je dan door? Mijn opa schreef een boekje, dat gaf hij aan zijn kinderen op zijn sterfbed. En daar vertelt hij eigenlijk over zijn leven. En daar wist ik helemaal niks van, dus dat is een pagina over 30. En dat is een heel... vreten document, want hij werd eigenlijk een soort van wereldvreemd opgevoed, mishandeld. Wie na het lezen van dit boekje denkt dat de beschreven feiten bijeen zijn gefantaseerd door een geesteszieke, moet ik erop wijzen dat er niets is verzonnen of verdraaid aan de beschreven toestanden, dat alles is gebaseerd op pure waarheid en werkelijk beleefde en zelf ondergane gebeurtenissen. En na het lezen van dit werkje moet er bij jullie enig begrip zijn ontstaan voor de oorzaak van het falen. Door de terreur van mijn ouders. Ik benadruk nogmaals dat de beschreven feiten en ervaringen niet zijn overdreven en bijeen gefantaseerd. Navraag bij mijn broers en of zussen zou er alleen maar bevestiging opleveren. Breng van dit schrijven niets buiten de zeer nabije familiekring. Graag zou ik willen dat dit werkje na lezing vernietigd wordt. Nou ja, en hoe dat dan weer zijn invloed, doorwerking heeft op mijn vader en mijn oom, tante. Dus het ging over voorplanting, geweld en een imperium waar wij aan de arme kant zitten van het verhaal. Dat gegeven, dat geheime boekje van zijn opa en de opdracht in het kistje van zijn opa's zus... zette hem aan tot het schrijven van de geschiedenis van mijn sok. Ten slotte kruipt het bloed waar het niet gaan kan, toch? Hij reist voor zijn boek via Nederland naar New York en Canada en uiteindelijk naar Schmallenberg in Sauerland. Jona is een Valken, maar hoe verwant is hij met die oude adellijke familie in Duitsland die daar eind 1900 sokken begon te breien en er steenrijk en wereldberoemd mee werd? Het gaat met horten en stoten vandaag. Ja. Wanneer niet? Goed, ja. Met jou dan. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, ja. Goed jij dan? Zo. Zodat je nog een lekker... Even... Ja, even snel, ja. Ja, moet dat? Nu kon het nog. Hey man. Sauerland. Dus wat gaan we eigenlijk doen vandaag? We gaan terug naar de heimat. Ja, hè? Ja. Gaan naar daar waar de valkens vandaan komen. Thomas Rapp, uitgever Jasper Henderson, gaat mee. Jona heeft een afspraak met de burgemeester aan wie hij het boek wil aanbieden. En hij ontmoet twee journalisten. 1888, dan loopt er een valken weg uit Smallenberg naar Nederland. Dus dat is eigenlijk gisteren. Oh. Ja, en dat is jouw... Bid, ja, ook ik, godvader. Ja, dat klinkt wel logisch. Mijn Ururgroßvater had 1895 das Unternehmen gegründet, weil er einfach eine sehr, sehr große Familie ernähren musste. Er war ursprünglich Dachdecker, die konnten im Winter nicht arbeiten. Und dann hat er sich schon als Lohnstricker hier am Ort beschäftigt im Winter und hat sich dann 1895 Gott sei Dank dazu entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Jona Valken werd in 1991 geboren in Ulft en studeerde aan de AKI Kunstacademie in Enschede. Hij schildert, exposeerde, speelde lange tijd in een band, maakt objecten en hij schrijft.
Jona debuteerde in 2016 met zijn klassieke coming-of-age-roman Bonte Brug, naar het gelijknamige Achterhoekse dorp. Het gaat over een jonge kunstenaar die moet kiezen tussen het platteland en de stad, tussen zijn afkomst en ambitie. Daarna schreef hij het autobiografische portret De Mooiste Vrouw van de Wereld. Zijn geschreven reportageserie Van Armoede voor Vrij Nederland werd rap in boekvorm uitgegeven. Het zijn reportages over het leven in Nederland in de schaduw van de welvaart. Jona Falke is de nieuwe generatie schrijver. Een documentairemaker op papier. Hoe zie jij hem als schrijver? Ja, waar gaat hij naartoe? Ja, moeilijk te zeggen. Hij heeft zich nu in ieder geval sinds het boek over armoede en dit boek ook heel erg ontwikkeld als non-fictieschrijver. Hij is begonnen in de literatuur als romanschrijver. Daar kan hij ook heel erg goed, maar dat tweede talent van hem, de reportage die hij heeft ontwikkeld, dat talent bij Vrij Nederland, op blogs, bij de Gelderlander natuurlijk heel erg, die hem enorme kans al heel vroeg in zijn carrière hebben gegeven. Jona is een van de allerbeste reportageschrijvers van Nederland misschien wel. Ik denk niet dat ik heel erg overdrijf. Velen met mij vinden dat. Waarom is hij dat? Hij heeft een heel goed oog voor onderwerpen. En Jona is een van de weinige mensen die ik ken, in ieder geval waarbij het niet opvalt, moet ik genuanceerd zeggen, maar dat hij geen oordeel heeft. En hij benadert iedereen vrij echt open en is oprecht geïnteresseerd in degene met wie hij praat, in zijn onderwerpen, en probeert daar echt verslag van te leggen. En daarmee ons iets te leren over een klein hoekje of over een groter hoek van de samenleving. Jona begon met schrijven tijdens zijn AKI-tijd in Enschede, onder toeziend oog van twee docenten, kunstenaar Joris Geurts en kunsthistorica Elvira van El. Stel ik het voor jou, ik ben met een roman bezig, zou ik dat niet als scriptie mogen gebruiken? Zij is, waar moet het aan voldoen? Echt een paar van die hele simpele regeltjes van je moet erin meegenomen worden, het moet origineel zijn of zo. En toen mocht ik het gewoon gaan doen. En hoe was het voor jou? Ja, bijna zonder filter, dat was zo fanatiek dat begin. Echt zo'n 50 pagina's per dag eruit rammen. Ja, weet ik niet, maar als je ineens iets ontdekt, of zo, een bron aanboort, om het zo maar even te noemen, dan kan er ineens zoveel komen. En dat gaat nu niet meer zo, maar dat was... Ja, dat wat was, is er was veranderd dat... dan? Nou, ik durf dat ook niet terug te lezen wat er toen uitkwam, maar... Ja, maar misschien als een soort verliefdheid, weet je wel, dat je ineens zo bam, jongen, dat knalt dan gewoon ineens. Omdat het klopte, in zekere zin. Dus ja, het was heel, heel belangrijk dat en daar gewoon aan beginnen en dat Elvira zei van hé, volgens mij moet je dit gewoon gaan doen. Hey, Jona! Leuk! Ja, heel leuk. Nou, kijk eens aan, wat leuk man. Die man van mij heeft hier zijn bureau, zijn architectenbureau. Kijk, moet je kijken hoe mooi aan het eind. Ja, het is prachtig. Het is de voormalige loods van de KNSM. Dus hier legden de schepen aan en dit was de bagagehal. Daarom staan al die nummers overal op. Ik vind die trap niet mooi. Ik vind het heel mooi. Heel mooi. Vind je niet hoe dat zo roept? Het is een beetje de Aki, vind ik. Oude Aki. Ja, de oude Aki inderdaad. Maar kom erin, we hebben koffie. Ja, ik moet tas. Hoe hier? Ja, jij ook. Waarom zien we elkaar dan nooit? Och, wat grappig, of niet? We hebben kennis gemaakt in een café in Amsterdam. We hebben biertjes met elkaar gedronken en dat heb je soms met mensen. Dat zul je misschien herkennen, dat je een hele erge verwantschap meteen voelt. Maar ook vooral, en dat was natuurlijk voor mij het belangrijkste, dat hij daadwerkelijk talent heeft. Ja, ik geloofde ook in hem, maar schilder natuurlijk. Hoewel ik net begrepen heb dat je grote bezigheden nu wel op het schrijvend. Ja, ik maak nog wel stiekem dingetjes hoor, maar geen schilderijen meer. Nee? Ik maak objectjes, ja. Van gevonden dingen op straat. Dus dan omzeil je ook dat je... Oké. En gewoon... ook weer van die fijne, kleine, vast te houden dingen. Moet een beetje oud zijn altijd, vind ik goed. Kijk, dat is ook... Ja. Heel leuk om te doen. Ja, dat kan je zien, dat straalt eraf. Nou ja, dan wordt het des te bijzonderder dat ik toch nog deze, in ieder geval dat van fukselt, de... ja. Nou, ik vond dit eigenlijk wel een schatje. Gek ding, ja. En ik kijk elke dag na. Echt waar? Ja. Thank you.
welk verzoek kwam Jona bij jou? Op zo'n kunstacademie, en dat is natuurlijk een hbo-opleiding, moet ook een scriptie schrijven. Dus ik dacht in het geval dat hij met die roman aankwam, met dat verhaal, dacht ik, als dat bij Jona past en hij heeft daar iets aan, en hij kan er in de toekomst in ieder geval meer verder of op terugkijken van, dat was een hele interessante ervaring, dan wil ik me daar wel hard voor maken. Maar dat moest je dus verdedigen ofzo? Ja, dat moest wel, ja. Ja, 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 ja. Echt waar? Oh, ja, 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 was niet zo van, nou, doe dat maar. Oh, dat ja, ik ging er wel zo in, ja, dat ik dacht, nou, ik kan dit wel sterk maken. Maar toen ik ermee aan het lezen was, toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Dat dacht ik wel. Met een keer leverde weer een enorme tekstbrei af en, ja, wel soms dyslectisch, dat ik dacht, oh god, hoe krijgen we dat nog tot een recht verhaal? Maar je had gelukkig wel mensen die met jou meelazen en het ook corrigeerden uiteindelijk. Ja, ik weet niet meer hoe erg het was. Dat weet jij misschien nog, dat je het las. Het was ruig en dat vond ik wel mooi, ook qua taalgebruik, ja, en ook qua zinsbouw en zo. Onbehoog, en ik ben van de aard bruut, ja, dus ik ben, dat was wel helemaal goed, viel helemaal goed. Oh, maar dat was fantastisch dat je dat hebt gedaan. Dat je dat überhaupt zag, dat vond ik ja, maar ik aan de andere kant, ik vind het ontzettend charmant. Jij noemt het altijd in elk interview, ja, en dat vind ik heel leuk, want dan krijg ik dan weer opgestuurd door mensen. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik zo ontzettend aardig. Maar zonder mij was jij er ook gewoon, was je gewoon een goed schrijver geworden, want wat erin zit, komt eruit. Nee, maar al die dingen die je leert toch volgens mij vooral kijken naar wat dan ook. Je leest het en dan stel je er vragen bij en dan komt er ja, iets dat deed anders. Ja, dat deed je ook wel af en toe. Ja, dat kan me niet meer zo herinneren. Ja, je zei, er moeten meer details wil je erin. Van, wat gebeurt er nou? En toen ben ik die Knauskaart gaan lezen. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. Ja? En daar, ja, ik kan dat nu niet meer lezen. Ik word knettergek van. Maar die beschrijft dus alles. Gewoon, dus je hebt alles door. Maar dat was wel een goeie om een beetje te leren stofferen of zo. Het moest tussen de 8000 en 10.000 woorden zijn. Oh, dat is heel goed. Dat weet ik allemaal. Ja, dat weet ik nog wel. En toen zei jij van, ja, maar ik wil nog heel veel schrijven. Na de cliffhanger van de 8.000 tot 10.000 woorden, ja, ben je gewoon doorgegaan. Want nou, toen was het boek er nog niet. Want eigenlijk, toen ik op de kunstacademie zat, was ik alleen maar muziek aan het maken. En toen viel dat bandje uit elkaar. En toen had ik dus om te schilderen had ik die residentie in Amsterdam. Ja, maar toen precies dacht ik, ja, maar ik heb die scriptie nog, ik heb geen bandje meer. Ik wil toch produceren, ik werd daar helemaal gek van. En toen ben je naar boven gaan zitten ja, werken. Toen dacht ik, nou heb ik nu een maand en dan ga ik in een maandje ga ik even dat boek afmaken. Ja. En dat werd 3 jaar of zo. En ik weet nog heel goed dat ik dat zat na te kijken, zo'n soort eerste versie die je geschreven hebt. En ik moet daar nog vaak aan terugdenken. Ik weet achteraf helemaal niet precies hoe dat in het boek uiteindelijk terecht is gekomen. Maar jij beschrijft dat je als student op die kunstacademie raak je verliefd, onder andere op de geliefde van de docent. Ja. Bestaat die vrouw echt of niet? Nee, dat Oké, nou prima. Maar goed, die vrouw, daar heb je de wildste fantasieën bij. Ja. En niet die heeft volgens fantasie mij een hele lange leren jas aan, wat ik me ervan herinner. En op een zeker moment sta je op de Dam. En dan pijpt zij jou, als ik het wel heb onthouden. En op het moment suprême vliegen alle duiven van het paleis af. En ik heb vaak in de tram gezeten dat ik daar moest denken. Dan keek ik zo naar het paleis en denk ik, yes, Luna stond daar. En die duiven gingen daar, wam. En ik weet nog dat ik dat aan het lezen was. En ik aan mijn familie dat heb voorgelezen. En toen zei ik, wie heeft er nou zo'n leuk vak als ik? Wie leest er nou dit soort dingen? En ik heb dat hardop voorgelezen. En toen zei ik, dit is toch fantastisch dat ik hier gewoon ook, laat maar zeggen, een cijfer voor moet geven. Hoe leuk is dat? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. En waar ben je dan meest trots op tot nog toe? Welk boek? Geschrift? Op de volgende. Die op er de nog volgende niet is. Maar ben je gelukkig met de schrijverij? Dat ja, is, absoluut. Ja? Ik ben heel blij, ook met reportages, journalistieke werk. Jona, wat zijn de reacties? Is er al iemand geweest die zegt het boek moet van de markt? Ja, wel voor publicatie hebben mensen dat wel gezegd, maar nu niet. Maar ook bij de Duitse tak, die vinden het. Ja, nee, maar die hebben het nog niet gelezen. Niet lezen. Dit is nee, een groot geluk. Ja, ja. En wat zegt jouw vader ervan? Nou, hij is ook courant. Ja, die, ja, alles voor de kunst, hè. Zowel, die slikt dan een paar keer. Dus dat is wel, dat is wel mooi.
Oké, dus het verhaal van de sok. Je kreeg een opdracht en je vond een geheim boekje van je opa met een titel. Voltooid verleden tijd, zei ik. Volgens mij had ik beter onvoltooid verleden tijd kunnen noemen, maar wat het leefde nog aardig. En daar lees je dat hij eigenlijk als een soort slaaf werd behandeld en wereldvreemd zonder vriendjes en weet ik veel wat uitgevoed. En vooral is het een slaaf. En dan gaat hij een soort 12 ambachten, 13 ongelukken bestaan tegemoet. Nou, en daar wil ik eigenlijk wel met alle mensen die nu leven, wil ik over praten. Dus ik dacht van, ik moet het nu schrijven, want nu leven mensen die daar heel dichtbij waren, waaronder mijn oud-tante, zijn zus en een oud-oom in Canada die priester is geworden. Die hebben dat allemaal meegemaakt. Als ik het lees, denk ik, ja, natuurlijk vinden mensen daar wat van. Dat weet je ook als je het opschrijft. En dat wil je ook, toch? Nou, je gaat niet iets opschrijven voor een bepaalde reactie. Nee, maar ik bedoel, maar je weet dat de eerlijkheid van het verhaal om een reactie gaat vragen. Ja. En als we dan nu naar Schmallenberg gaan, waar die Falkenfamilie, dat grote bedrijf, een van de Duitse dynastieën, zeg maar, opgezet heeft. Ja. Al decennia lang. Mm-hmm. Waar heel veel mensen werken. Ja. Leeft van die, volgens mij in de jaren 80, 90% van de mensen in Schmallenberg leefden van de Falkensok. Maar goed, vervolgens zeg jij, oei, ja, maar ja, vinden ze het verhaal wel leuk dat ik geschreven heb? Nou, het ding is, ik stuit, je hebt Paul Falken. Dat is de eerste zoon of zo van de eerste... Van de dakdekker. Van de dakdekker, volgens mij, als ik het goed zeg. Oké, en dan breekt de oorlog uit en die fabriek gaat gewoon door. Gewoon door, ze moeten door, dat is ook helemaal duidelijk. Maar dan, daarna vond ik een andere Paul Falken. En dat is een man waar bijna niks over bekend is, maar dat was een vrijwillige SS. Dus is dat nou dezelfde? Dezelfde directeur? En die Sokkenpol, om zo even te noemen, die wordt ook weer burgemeester van Spallenberg. Daar is die straat naar vernoemd. Maar er is dus ook een andere Paul Falken, die SS'er was. Wat verwacht jij van vandaag? Ik had nooit verwacht om nog ooit terug te gaan naar Spallenberg. Dat vind ik al mooi meegenomen. Het is ook uiteindelijk een heel verre familie. Maar je zegt, voor mij is wel een grote bron van herkenning. Waarom? Nou, die herkenning zit hem vooral in... als ik foto's van al die directeuren zie... Daar spreekt het mijn opa, oud-oom, vader echt twee druppels water. Dat vond ik eigenlijk het echte bewijs. Hoe vind je het om hier te zijn? Leuk. Hoe voelt het als je het dorp binnenrijdt? Of het stadje, het ort? Ja, het is leuk, want dan zie je ook wel die naam Falken staat hier dan. Slaan ze je mee om de oren. Het moet je toch een soort existentieel gevoel geven, van een gevoel van bestaan? Of ben ik dan, misschien ben ik wel een enorme romanticus. Ik denk dat jij een enorme romanticus bent, ja. Als jij dat in 10 zinnen aan mij zou moeten uitleggen, hoe zou je dat dan doen? Het is de moeilijkste vraag ooit. Het is een onorthodoxe familiegeschiedenis. Dus vanuit het vertrekpunt dat iemand die eigenlijk weinig met familie heeft. Ik ga reizen. Ik ontmoet allemaal mensen die wel familie zijn, maar die ik nog niet kende. Mijn eigen relatie. Het gaat over geweld, het gaat over sociale mobiliteit. Dus hoe je van boer naar middenklasse wordt en wat voor ellende dat kan veroorzaken. Het zijn allemaal mensen die op het platteland zijn opgegroeid. En sommigen zijn de wereld ingegaan en anderen zijn gebleven op de plek waar ze geboren werden. En er zit nog een bijzonder element in, vind ik, namelijk dat je aan het einde van je leven, er zijn meerdere mensen die dat hebben, ja. Aan het einde van hun leven bezien ze hun leven en dan willen ze nog iets. Ja, dat is toch wonderlijk. Wat de tijd ook doet en hoe tijd ook herinneringen kleurt of verkleurt. Dat is wel een element dat mij heel erg raakte aan het boek. Ja, ik denk dat het ook heel menselijk
is of zo. Of hoe een brein werkt. Of dat dat een soort rond verhaal is waar je rust of geen rust van hebt. Maar... De burgemeester zegt af. Hij heeft geen tijd vandaag. Jona heeft nog wel een afspraak met twee journalisten. Hallo. Ook zij blijken gebeld. Stom aan. Ja. Heinrich Falke. So, jetzt habe ich also mit Paul Falke und mit Franz-Peter Falke telefoniert. Und da ist auch was mit Sadismus und Gewalt und alles. Ich will euch informieren, wisst ihr was darüber? Und ja. Die wussten eigentlich nichts darüber. Nee. Auch das. Ja. Er aber gesagt hat, nein, macht er nicht. Also wir machen. Ja. Aber er hat gleichzeitig gesagt. Ja. Und das denke ich auch, weil ich lade ihn ein, in unser Archiv zu gehen. Dan staan we wel een beetje op afstand, ja. Omdat wij denken dat we anders weggestuurd worden. Dat heeft ook te maken met het feit dat jij net geïnterviewd bent door een magazine. Dat gaat over wol en over deze omgeving. Mm-hmm. Wat zeiden zij? Onze komst werd aangekondigd door mensen van de PR. En toen... Want we wilden de burgemeester spreken vandaag. En toen kregen we een mailtje terug van de burgemeester kan niet. Dan dacht ik al, wat doet de burgemeester op door maandag? De week? Gewoon maandag. Maar wat bleek nou? Dus die Falkers moeten eigenlijk hun goedkeuring geven. Dus de journalisten zeiden ook van, ja, ik werd vanochtend gebeld door Paul Falken. En Paul Falken is 100. Die is nog wekelijks hier op de fabriek en dan keurt hij nog even over de processen gaan. En ze lazen natuurlijk even een paar zinnen over het boek. En dan lazen ze over sadisme en geweld. Dus ze wouden wel even heel duidelijk weten van, gaat dat over onze familie? Of beweert hij dat over onze familie? Dat kan natuurlijk niet, want dat gaat onze sokkenhandel schaden. Toen zei ik, nee, dat gaat niet daarover. Dus hij ging nu de berichten doorgeven van, hij is oké. Het gaat niet over onze sokkentak. En toen wilde hij wel in gesprek. Maar... de burgemeester, dat mocht dus niet. Dus het is heel grappig hoe nog de familie nog hier zo aanwezig is. Wat eigenlijk heel ouderwets is. Dus dat een bedrijf zo machtig is. Ja. Dus ik heb hier heel lang op een bank gezeten. En opnieuw merken we dat de familie geen enkel risico neemt op mogelijk negatieve publiciteit. En toen dacht ik van, ik weet het natuurlijk niet, van zijn dat nou de echte Valkensokken opvolgers die daar in de tuin aan het spelen zijn? Ik weet het niet. Ja. Hallo. Hallo. De maus, bitte. Jona, over 10, 15 jaar? Ja, ontzettend leuk. Ik denk dat hij dan heel veel gelezen gaat worden. Ik denk dat zijn publiek ook echt per boek groter wordt. Dat hij ook steeds groter bereik krijgt. En dat hij nog veel meer mogelijkheden krijgt om... aan reportages te maken, maar dat kan in geschreven vorm zijn, maar ook in documentaire vorm. Want hij maakt tegenwoordig ook, uiteraard, waarom ook niet, televisiedocumentaires. Misschien gaat hij wel eens films maken. Het is een verhalenverteller, het is een beetje een cliché, maar het is een verhalenverteller in de breedste zin van het woord. Dus ik denk dat hij in al die verschillende media dat allemaal kan. Maar dat is toch bijzonder, dat je in één keer zo'n stap maakt. Ja, ik vond het vooral bijzonder met terugwerkende kracht dat Jasper toen aandurfde of zo. Ja. Snap je? Dat ik dacht, want dat was nog zo ruw en... ongepolijst. Ja. Dus dat vond ik, daar ben ik hem echt eeuwig dankbaar voor. Ik denk dat hij ook wel echt een prijs zal winnen met zijn werk binnenkort. Ik denk niet dat we daar heel lang op hoeven te wachten. Dat zeg ik ook als uitgever. Met een kleine hoop. Ja, nou, ik denk het ook.